De kelder in. Ja, dat is het boek. Dat is de titel, ja. Van het boek. En het verhaal heet de alfabet. De mensen kunnen er nog zo gewoon uitzien, ze hebben allemaal wat. De een kan het niet laten al zijn handelingen te tellen, bijvoorbeeld tijdens het aankleden. De ander durft nooit over een balkonrand te kijken, het feest dat zijn gebied in de diepte stort. Ik ken een fysiotherapeut die haar blik bang afwendt als er een haring in de buurt is. De zilverglinstering van de vishuid doet haar gruwen. Veel mensen zijn beducht voor katten, ook zijn er die een hekel hebben aan bloemen of tekenfilms. Hij is bekend van beeldkunstenaar Hans K., als ik het zie, die zonder mankeren slakken eet, maar nooit aardbessen, omdat die zo akelig stuk knappen in zijn mond. Ontelbaar kunnen in de trein alleen maar gezond blijven uit het gezicht in rijrichting. Talloze bewegen geruime tijd hun pen in de lucht, boven het papier voor zijn handtekening zetten. En wat u zelf plaagt, hoef ik u niet te vertellen. Zo had meneer Starnberg last van letters. Hij was een alfabeet van de eerste orde. Heel onschuldig was begonnen. Als zijn vrouw en hij de slaap niet zo gauw konden vatten, deden ze het alfabetspel. Dus bijvoorbeeld zoogdieren, alles is 20 letters. Aap, begon Starnberg. En zijn vrouw zei beer. Waarop een man vernuftig de chinchilla leverde. En zei weer pinter een dolfijn, die inderdaad een zoogdier is, wat lang niet iedereen weet. En waarvan Starnberg toevallig wel was. Had een reuze belangstelling voor alles. Hetgeen echter toch niet verhinderde dat ze bij de kangaroo al begon in te sluimeren. In tegenstelling tot de arme Starnberg, die door een geheimzinnige macht gedwongen werd voor te gaan tot het einde. Luipaard, mandril, nee wacht, een overlapte aap. Dus dan liever muis. Pas bij zebra voelde hij zich recht om toezicht te worden. Toen ze in de loop der nachten van alles alfabetisch behandeld hadden, staatslieden, filmsterren, sigarettenmerken, voertuigen, vogels, kledingstukken, soorten, gebouwen, alcoholische dranken, natuurverschijnselen, kantoortermen, xerografie. Toen begon het mevrouw Starnberg zo te vervelen dat ze met de D of E al slaperig werd. En dan lag haar man dan weer zijn eentje te alfabetiseren. Het alfabet had Starnberg in de greep gekregen. Alles moest alfabetisch. De keukenplank werd van links naar rechts ingericht zoals het hoorde. Van aardbeziën tot zout. De ochtendpost sorteerde hij eerst op alfabet voor hij de briefopener ter hand nam. Zijn vrouw was zeer zenuwachtig. En tenslotte kwam het haar en zei tot huilbuien en gegil. De Starnberg begreep dat hij zich in moest stoppen. Maar het alfabet loslaten, nee, dat kon niet meer. Hij moest een vorm vinden waarin hij toch. Zo kwam hij ertoe zijn dagen heimelijk te alfabetiseren. Hij begon op een maandag op weg naar kantoor. A was de boodschap. Hij moest zoveel mogelijk dingen zien met een A. Aanhangwagen, dat was één. Maar de brief viel nog tegen. De hele tijd niks. Ha, een jongen liep een appel te eten. Dat was twee. Starnberg snapte al gauw dat hij het lot een handje moest helpen. Wilde hij tenminste een goed aantal halen voor hij op zijn werk was. Daar een vuilnisbak, dat noemde men toch ook wel as en arm. Hij wierp een dubbeltje in de pet van een bedelaar en mompelde oude moes. Moest er geen ontastbaarheden in trekken? Die dame daar keek zo weifelend rond. Aarzeling. Toen hij achter zijn bureau zat, stond daar weliswaar een asbak. Maar het gehele resultaat van de aanvangsdag beviel hem matig. Nu al hield hij zijn hart vast voor de C om over Q en X maar te zwijgen. Men zal begrijpen dat het misging met meneer Starnberg. In zijn zucht naar hoeveelheid graaide hij wel ruim boodschappentasten van argeloze voorbijgangsters op zoek naar kadetjes, krakelingen, kruisingen, bulpaan, cosmetica, moderne spelling, kruiswoordpuzzelboekjes. En werd hij gevankelijk weggevoerd door twee politieagenten. Commissaris schrijft tegenwoordig wel met een K. Deelde hij deze functionaris zich stond mede. Het enige vertrouwelijkheid is de stem. Die belde maar zo'n dokter die lamp bleek te eten in plaats van kamp. U bent een dag te vroeg, riep Starnberg van hopig uit. Kalm, kalm, zei de arts. Dat hielp natuurlijk. In het rusthuis kwam weer tamelijk goed met meneer Starnberg, maar het was een moeizaam ontwenningsproces. Dus als u niet in slaap kunt komen, neem dan een groot glas whisky, ja? Men zegt trouwens dat dit ook goed helpt tegen pleinvrees, angst in het donker, stotteren en broodheid.